Goedemorgen. Goedemorgen, Rinus. Zijn er nog vreemde dingen gebeurd afgelopen nacht? Nee, het is rustig geweest. Oh, dat is mooi. Als we nou naar buiten kijken, dit is niet meer hoe u het bijna 36 jaar geleden aantrof, hè, toen u hier kwam. Nee, dat klopt, want de hoofdingang, dat was vroeger bij de dienstwoningen, waar ik dus 26 jaar gewoond heb. Dat was vroeger dus inderdaad de hoofdingang. Dit was allemaal dicht. Dit was allemaal opgespoten land. Waar gaan we nu heen? Richting dienstwoningen, waar ik vroeger gewoond heb. Waarom moest u hier wonen? Dus bij iedere storing in de weekenden, want dan was hier helemaal niemand meer. Dan moesten we eruit voor een storing, brandalarm, inbraakalarm. Ze hebben ook een keer meegemaakt, dat was 's nachts om 12:30. Dat er een bleek later een student te zijn, die stond aan te bellen en te kloppen en te schreeuwen. En die was dus achter op het terrein, aan de kraan van de kraanstation, was ze aangerand. Maar we hebben nog lopen zoeken naar diegene, de dader, maar helaas niet kunnen traceren. Ik heb aardig wat dingen meegemaakt, zeker toen. Ja, in dit beginstadium kwamen toch wel een aantal zwervers kwamen hier. En daar heb ik toch wel leuke dingen meegemaakt. Want die mensen waren toch wel meegaand. En zeker een meneer die kwam dan hier hoorcolleges volgen. En die stelde dus vragen. Maar die kreeg die vragen niet goed beantwoord door de docent. En die ging dus zelf die vragen beantwoorden. Waardoor dus de studenten eigenlijk uit de zaal kwamen naar ons toe, want toen zaten we nog in de C-hal. Bleek later een docent geweest te zijn op een gymnasium, maar die is helaas aan lage wal geraakt. Nu staan we voor de grote deuren van de aula, en waar dus zowel colleges worden gegeven als oraties, maar ook de live-opnames van de lijsttrekkersdebatten. Het legt eraan wie er dus eigenlijk als lijsttrekker kwam. Kwam bijvoorbeeld Wilders, dan hadden we altijd wel extra beveiliging. Dan hadden we het inderdaad drukker, ja. Ik ben ook een keer hier geweest, toen was Netanyahu op bezoek. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Hoe is het dan om die hoge gast die je te ontvangen? Heb je daar dan nog contact mee of niet? Nee, we hebben niet met Peres heb ik wel contact gehad. Want er moest nog een foto genomen worden achter het podium. En daar heb ik nog even mee staan te praten. En dat is dan wel leuk. En dat is met Arafat, als je dan zo'n klein manneke... Dus loop je op 1,5 meter en dan denk je, dat maak je eigenlijk haast nooit mee. En dat is wel leuk. Ja. Prins Friso, die heb hier gestudeerd onder andere. Daar hadden we ook veel mee te maken, ook met de beveiliging in het Koninklijk Huis. En dat was gewoon leuk. Ja, in de volksmond heet dit de Erasmusbrug. Ja. In de jaren 70, 80 kon je echt zien, dat is een sociologie-student, want ga je daar in sokken. Een rechtenstudent. Letterlijk? Ja, letterlijk. Een sandaal en slonzig gekleed. Een rechtenstudent liep keurig in het pak, dat moest gezegd worden. En een economie-student liep er net een beetje tussendoor. Maar aan de kleding kon je zien wat voor studierichting ze hadden. Nu niet meer? Nu niet meer, nee. Nog 1,5 jaar, dan gaat u met pensioen. Hoe kijkt u terug op al die jaren hier op de universiteit? Ja, met plezier. Ik heb hier iedere dag met plezier gewerkt en ik loop fluitend rond. Want, de collega's zeggen wel, dat heb je combrines weer aan. Dan wordt het dan mijn fluitje. Ja.